Je had het net over die kuipvrees. En jij had gedacht dat ik nee zou zeggen. Maar ik maakte dan misschien wel die indruk. Maar ik weet nog dat de Kuip toen nog lang niet zo vol zat als toen. Alleen ze hadden het vak S. Dat was behoorlijk anti-mij. Omdat ik ook Joop Hiele, de toenmalige doelman van Feyenoord, uit het Nederlands elftal hield. En dan liep ik vaak juist naar dat vak S voor een wedstrijd. En dan keek ik er strak in. En dan werden ze helemaal gek. Maar ondertussen liep ik wel zo. Want je kunt het... Je kunt er heel lang en breed over praten. Het is een ambiance die eigenlijk on-Nederlands is, spelend in de Kuip. Ik zag toevallig een berichtje van Kesman voorbij komen. En die zei, dit lijkt meer op Zuid-Europa. En het mooie ervan is dat als je dat nu voor jezelf om weet te zetten in van wat een geweldige entourage. En wat wordt de kick nu om die rustig te krijgen. Dan stap je er op een bepaald moment in. En dan heb je geen Kuipvrees nodig.